Weet u misschien wat ze hier aan het doen zijn? Ja, volgens mij zijn ze hier aan het baggeren. Dat denk ik tenminste. Het slik wordt van de bodem afgeschraapt en afgevoerd, zodat het water een beetje weg kan stromen. Wat mij al op was gevallen, dat ze ontzettend aan het vervuilen waren en ook gingen stinken. Net als autowegen hebben ook waterwegen onderhoud nodig. Op de bodem komt slip te liggen, waardoor het water steeds ondieper wordt. En daarom wordt er gebaggerd. Dit zijn ze nu aan het doen ter hoogte van de Jan Eversenstraat tussen de Jan Toropstraat en de burgemeester van der Poolstraat. Door middel van een schuifboot hier in de watergang schuiven we de slip naar de kraan toe, stapsgewijs. De kraan zal het voor de boot vandaan in de karren scheppen. En zo verwijderen we en voeren we de verontreiniging af naar een depot. Baggeren, dat is mooi werk. Je maakt met elkaar een mooie klus. Dan ben je weer een keer de kabel van de boot aan het uitlopen, dan ben je weer bij de kraan. Is het vies werk? Ja, vies werk, wat is vies? Ik zit zelf op trekken en valt wel mee. Als je er een beetje rekening mee houdt, kan je schoon blijven, maar de grote kans dat het vies wordt. Slip, fietsen, brommers, rotzooi, er wordt van alles uit het water gehaald. Wist u dat er vroeger zelfs paarden uit de Amsterdamse grachten werden gevist? Voor de komst van de auto waren paarden het vervoersmiddel bij uitstek. Er waren wel zo'n 4000 paarden in de stad. Om op te rijden, paarden voor de koets en paarden voor de paardentram. En dan kwam het natuurlijk wel eens voor dat een paard in het water viel. Als oplossing ontwierp Gerrit Zink een speciale paardentakelmachine om het dier uit het water te krijgen. Dit trok veel bekijks langs de kant. Wat is het meest bijzondere wat je ooit uit het water hebt gevist? Een autovrak. Een kluis met 30 Hyundai sleutels erin. Ja, ik barre nog niet zo heel lang, maar ik denk dat dat een kluis is. Vaak zijn ze wel leeg. Dat is wel een beetje het jammer ervan. En hier in Amsterdam hebben we er denk ik al een stuk of 5-6 eruit gehaald. Ligt er ook iets van u hier in het water? Nou, als klein jongetje heb ik hier wel gezwommen, maar ik heb nooit wat achtergelaten hier in het water. Dus dat echt niet. Wilt u ook zo'n mooi historisch plaatje aan de muur hangen? Geef dan antwoord op de volgende vraag. Wie ontwierp de paardentakelmachine? Vul op www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. En wie weet mag u straks een foto kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En natuurlijk hebben we ook een winnaar van vorige week. En dat is Paro Reinders. Gefeliciteerd. Het baggerslip wat de mannen uit het water halen wordt opgehaald door tractoren. Deze baggerslip voeren we af naar een depot daarvoor bestemd aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam. En dat zal het met kranen verwerkt worden tot het weer schone grond wordt. Tijdens de baggerwerkzaamheden is het fietspad op de Jan Evertsenstraat tussen de Jan Toropstraat en de burgemeester van der Poolstraat in één richting afgesloten. En voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd terecht op www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Dit was het verkeer. Tot ziens. Hoi.